Um, u heeft natuurlijk ook heel veel kritiek op die grote cultuursector. En daarom zitten we hier eigenlijk ook vooral het gesprek. Uh, want we willen, uh, met name hebben we eigenlijk over dat de cultuursector in Nederland vooral verlinkt is. Ja. Er zit nogal een linkse wind waait daar. Nou, heel duidelijk. Maar vooral eigenlijk uh, onvrij geworden is. Uh, en daar waar de kunstsector nu juist in de westerse maatschappij uh, per definitie. De sector was waar het meest vrij mocht worden gedacht. Waar juist ja. ook de westerse maatschappij. een spiegel werd voorgehouden. Waar bepaalde dingen he, onderzocht werden. En waar ook soms vragen gesteld worden die, werden. die in, in de normale maatschappij. zeg maar niet aan de orde ja. konden komen, bijna. Nou, die werden gesteld door kunstenaars. En nu zie je dat juist die kunstenaars. het meest aan de leiband lopen. Niet allemaal, maar een heleboel wel. Ja. Van ja, toch wel gewoon een uit Amerika. Geïmporteerde ideologie, hè, van, vanuit de gedachte dat iedereen gelijk is, wat natuurlijk al niet kan. Hè, je, hebt, uh, je bent gelijkwaardig als mensen, je hebt gelijke rechten. Ja. Maar wat is nou juist kenmerkend voor de kunstenaar? Dat die dingen kan die niet iedereen kan. Ja, precies. Die de buurman ja, niet kan nee. en de overbuurman ook niet, et cetera. En waar je als maatschappij als het goed is, vind ik ook ruimte voor maakt. Die steun je ook, die mensen, om het allerbeste uit zichzelf uh, te halen. Nou, dat idee ligt steeds meer onder druk, want die gelijkheidsgedachte, uh, die wordt, uh, ja, dat is eigenlijk het nieuwe evangelie. Dat, er wordt, dat geloof daarin is zo absoluut geworden, dat alles een probleem is als het uitzonderlijk is. Ja. Hè? Alles moet gelijk, alles moet horizontaal. En het idee van, ja, maar hè, je, hebt, je hebt een heleboel talent nodig om dan uiteindelijk bij de grote genieën uit te komen. Hè. Die worden eigenlijk gedragen door een cultuur, gedragen ook door een bepaalde creativiteit die we allemaal inderdaad een beetje hebben, ja. maar lang niet in de mate van, van die hele grote geesten die onze kunstgeschiedenis op zo'n indrukwekkende manier hebben vormgegeven. Nou, en dat systeem mag niet meer. Nee. Uh, want dat heet dan, waarom uh, mag, mag de hemel weten, maar dat wordt dan gezien als witte suprematie en dat soort zaken. Hè? Dat, uh, ja, daar wordt dan hardop over gezegd. Ja, eigenlijk is zo'n Bach ...is natuurlijk wel een grote componist, maar ook wel een sta in de weg. Want, ja, uh, ja uh, de. Blank. Ja, is man. toch een blit, blanke Christen. witte man ja. en zo. Ja. Ja, wit moet je tegenwoordig, geloof ik, zeggen. Oh ja, dat klopt, hè. ik, ben nu weer fout. Ja. En <laughs> ja, en. Uh, ja, en, en, en dat zou dan zeg maar haak staan op de gedachte dat je, dat je ruimte wil maken voor iedereen. Nou, en dan, dan komt de grote paradox, hè? dat als je zegt van nee, iedereen moet eigenlijk evenveel ruimte hebben, dan heb je geen kunstbeleid meer. Nee. Dan heb je niks meer over. Want dan zeg je in feite dat uh, 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 echte gaven en echt genie en echt talent er niet meer toe doen. He, want waarom zou jouw waarheid niet net zo belangrijk zijn als mijn waarheid als jij dat maar ja. zo voelt, dan moet jij de gelijke kansen krijgen om dat te uiten als ik. Ook al kan ik of kan jij veel minder dan die buurman, ja. die eigenlijk die steun heel erg zou verdienen vanuit een hele maatschappij. Maar ja, dat is de gefragmentariseerde maatschappij. He? De maatschappij die helemaal verdeeld is. En waar uh, de gedachten van samen uh, een cultuur dragen. En iets dragen waardoor mensen kunnen excelleren. Ja, dat mag in de kunsten niet meer. Gek ja. genoeg, in de sport mag het nog steeds. En daar mogen mensen ook uh, tientallen miljoenen verdienen. En je hoort er eigenlijk nooit wat over. Nee, nee dat valt er nog vies tegen eigenlijk. Jongen. Ja, dan, dan mag het het wel. Ja. Want uh, op een of andere manier is dat dan voor iedereen blijkbaar herkenbaar of zo. Hè? Maradona, et cetera. Dat, dat, zijn, dat is. Dat is ja, een soort god als je in Napels bent. Dat ja. is echt, dit, dit geloof je gewoon niet. Dat vindt eigenlijk dan iedereen nog wel door de beugel kunnen. Uh, maar in de kunsten is het, is het absoluut taboe geworden. Yeah. Yeah. Ja. Maar nu is het dan wel weer. denk Ik dat het dan meer in Nederland speelt. Hè? Want dat hadden we hadden net over Maradona, maar een gemiddelde Italiaan. Die is, die is natuurlijk ook oer trots op zijn eigen cultuur. Terwijl in Nederland. Het is sterker, is dat, uh... het is sterker <laughs> ja. in Italië. Ja. En uh, dat zie je inderdaad ook. Uh, dat, ik was er net weer vorige week. Dat zie je inderdaad ook in het feit dat bepaalde tradities sterker zijn. Hè, dus een Italiaan die een gebouw moderniseert, die zal dat meestal op een smaakvolle manier doen. Ja. Uh, op een manier met respect voor die oude tradities. En, um, en dat is ook. Geweldig om te zien, want het geeft iets harmonieus. En bovendien zijn de echte, hele grote architecten. die iets zeg maar heel eigenzinnigs kunnen. Ja. met zo'n oud gebouw. dat zijn er maar heel weinig. Ja. En in Nederland vindt iedere architect zichzelf, geloof ik, de norm. Ja. Dus die uh, kan daarmee doen wat hij wil, in principe. Um, ja. En uh, leidt dat tot. tot, tot uh, ja, monsterlijke aanpassingen. Gedrochten, ja. 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 werkelijk. allemaal zwarte glazen torens. Want ja. Het is, wat vaak, is, vaak is het ook helemaal niet uniek eigenlijk. Het is allemaal hetzelfde. He, glas, glas is helemaal in. Precies. Transparantie precies. natuurlijk, toverwoord tegenwoordig. Precies. Nee. En daar zie je dus eigenlijk, daar, daar breekt zich weer... dat er geen echt kwaliteitsonderscheid meer wordt gemaakt. Dus ook in de kunstwereld is kwaliteit steeds minder een leidend beginsel. Um, dus daar waar je eigenlijk, als je niet een genie bent, je maar beter... ...aan de richtlijnen van de traditie kunt houden. He, dan, dat je een beetje kijkt van hoe deed mijn voorgangers het? Nou, laat ik het nou ook zomaar doen... ...want ik heb eigenlijk zelf misschien te weinig echte originele ideeën... ...om het heel anders te doen. Dan krijg je iets beters... Dan als iedereen vindt dat hij zelf de norm is. En dat hij met die hele traditie niets te maken heeft. En uh, nou ja, waarom zou ik niet mogen doen? Hè, wat, uh, wat de echte grote architecten ja. ook mogen. Nou, de, ik denk dat dat het grote misverstand is van dat, van dat doorgeslagen gelijkheidsdenken. Wat je overal in de kunst ja. uh, eigenlijk ziet. En dan, dan, dan kom je echt. Ook in mijn sector, in de muziekwereld, kom je hele tragische dingen tegen. Mensen die eigenlijk niks kunnen, of ja. heel weinig kunnen, die net zo goed opdrachten krijgen als mensen die, wel echt, uh, die echt iets talenten. te vertellen ja. hebben, echt talent ja. hebben, echt ook hard gewerkt hebben om tot, tot die grote hoogte te ja. komen. En ja. ik, denk dat dat, uh, ik denk dat dat een probleem is ja. in het Nederlands kunstbeleid.